je de vrije hand gekregen om aan de slag te gaan. Met succes ook. Jullie portefeuille is nu 600 miljoen. En vervolgens kwam daar een lening. Dus je mag gaan uitbreiden. Ja, wat is het plan met dat geld? 240 miljoen. Ja. Het is een beetje die laatste, het laatste is dus eerst zorgen dat je de juiste mensen hebt, dan zorgen dat je de juiste strategie hebt. En dat is misschien wel goed om even te noemen, om dan te snappen wat we met het geld gaan doen. Ja. We hebben gezegd, wij willen plekken creëren waar mensen graag naartoe gaan. Waar ze gezond, gelukkig en productief zijn. Iedereen bij ons die een investering wil doen, die weet dat die eigenlijk niet eens hoeft te vragen of dat een goed idee is. Als het voldoet aan die criteria, ik heb iets waar mensen en gezonder en gelukkiger en productiever worden, dan is het antwoord bijna vanzelf ja, doen. Ja. En op dit moment werken er 25.000 mensen in onze gebouwen. En onze BIEC is, over 10 jaar willen we dat 250.000 mensen werken in een door meer ingekeerde plek, waar ze gezond, gelukkig en productief zijn. Het lijkt ons gaaf dat wij 250.000 mensen gezond en gelukkig naar hun werk laten gaan, waar ze dan ook nog productief zijn. Natuurlijk zijn wij maar een schakeltje erin. Het is ook wel fijn dat je dan een leuk bedrijf hebt en een hoop van die dingen. Maar ik denk wel dat vastgoed er een belangrijke is. Ja. Dus dat is het grote doel. Waar we over 10 jaar willen zijn, dat betekent dat we meer vastgoed maken. En we willen nu die groei gaan maken. En dat konden we gewoon niet de eerste 3 jaar. Want we moesten eerst laten zien dat we niet meer dat oude, die half failliet, dat afgebroken dorp waren, maar dat het gewoon een heel gaaf bedrijf is. En florerend wordt. Ja. Exact. Ja. En dat meten we, we zijn obsessief op data. We proberen alles te meten, iedere keer daar wat aan toe te voegen. We willen ook kan laten zien aan gebruikers van je vastgoed, aan bedrijven, aan je aandeelhouders, aan je banken, dat het werkt. Ja. En we waren super trots dat ING en ABN AMRO, die allebei zoiets zeiden van Nederlands vastgoed, nou, daar willen we niks meer mee te maken hebben. Al helemaal niet, als het niet de edge, nou, dat wilde ABN AMRO dan wel doen. Nee, maar zeker als het bestaand vastgoed was, dat was no-go. Ja, niet duurzaam. En dat, dat ze het deden was super, maar dat zij ook nog in alle kranten gingen zeggen, we zijn er zo blij mee, dit is een voorbeeld van hoe we het willen doen. En, en we willen door. Dus zij hebben gezegd, dit is het eerste stuk en we willen door. En we zijn nu eigenlijk bezig aan de equity kant om te zorgen dat we daar versterkt worden, dat daar ook meer is, dan die groei. Om dat te bereiken van 25.000 naar een groter aantal en natuurlijk meer gebouwen. Ja. Ja. Ik kan me voorstellen dat hier vragen over zijn. Ja, ik kom even de microfoon geven. Alsjeblieft. Ja, dankjewel. Mijn naam is Dirk Willemhuis-Vreen, ik werk bij Nebomei. Je gaf net wel aan dat je aan de ene kant ziet dat makelaars eigenlijk een andere rol in moeten gaan nemen. Je zegt wel dat je heel erg wil gaan groeien. En toch zie je dat met het nieuwe werken er eigenlijk steeds minder behoefte is aan kantoorruimtes. Er wordt in ieder geval anders ingedeeld. Heb je daarbij ook een strategie hoe je dat bij Meerin wil gaan toepassen? Zeg maar, zeg je van ja, onze kantoren verkopen zichzelf als ze maar duurzaam zijn. Of zie je toch wel dat er een heel strategie- en marketingplan achter moet gaan zitten? En heb je daar dan nog weer die makelaars bij nodig? Of zie je daarin een verandering van je bedrijf? Ja, met de opmerking die ik in het begin maakte, probeerde ik niet zozeer te zeggen dat de makelaars anders moeten gaan werken. Die moeten vooral werken zoals zij denken dat het goed is. Wij moeten anders gaan werken als eigenaar van vastgoed. Wij willen eerder in die cyclus komen. En je opmerkt dan, er wordt anders gewerkt, dat is zo. En dat zal ook groeien. Maar dat is nog steeds maar een klein gedeelte. Er zijn heel veel bedrijven die gewoon 500.000 of 2.000 meter huren. En waar de eigenaar zelf in dat gebouw zit. En die wil wel in een leuk gebouw. En die wil trots zijn op zijn bedrijf. Die wil dat zijn medewerkers trots zijn op het bedrijf. Wij zeggen altijd, we hebben alleen maar A-locaties. Een financier van buitenlander van jullie zitten toch ook in Arnhem? Of jullie zitten ook in Zwolle? Ja, dat is een A-locatie. En die ondernemer die woont daar, die heeft zijn klanten daar, zijn mensen. Ze wonen daar, die man moet er niet aan denken dat hij hier zit, de Zuidas. Daar kan hij geen business doen. Dus wij willen zitten op dat kruispunt waar die ondernemer zijn klanten zitten, waar zijn werknemers zitten en waar hij dus zijn business kan doen. En dat proberen we te zien, welke steden groeien nou, welke steden krimpen. Dus wij wijken iets af van het plaatje wat je veel ziet. En
Natuurlijk is het zo dat de manier waarop mensen werken verandert. Ze willen een meer ontmoetingsplek hebben, dus die creëren we. Ze willen andere bedrijven zien, ze willen gewoon een leuke koffiebar en een lekker restaurant, een stuk sport. In onze gebouwen hebben we gyms, personal trainers, dus dat doen we allemaal ook. Dus dat is wel een verandering, maar zo meteen de verandering om dichter bij die klant te zitten en te begrijpen wat hij wil en al die data te hebben om dat te meten. Ik denk dat het misschien wel wat belangrijker zou kunnen zijn. Even inderdaad. Denk je dan vervolgens dat die mensen, zeg maar, dat die bedrijven naar jullie toe gaan komen? Of wat is dan de strategie om die mensen in jouw bedrijf te krijgen? Of in jouw kantoor te krijgen? Dat zou wel gaaf zijn, maar dat heb ik tot nu toe nog nooit meegemaakt. Dat iemand ons opbelde van bij Jones niet, bij OVG niet. Van, we willen graag een nieuw gebouw natuurlijk maken. En ook nu gebeurt dat niet. Dus ook daar, hè, dus gewoon je lead generation, zorg dat je begrijpt waar veranderingen komen en erop afgaan, maar dan wel met een verhaal komen wat werkt. Een van de dingen die we doen is, we hebben gezegd, hoe gaan mensen dan geloven dat wij een nieuw bedrijf zijn, dat we een verantwoord bedrijf zijn. En dan zeggen we, willen alle NGO's, alle goede doelorganisaties in Nederland, moeten bij ons klant zijn. Als die, als je dat, dan ga maar met de chef van War Child of UNICEF praten, die zal je uitleggen dat wij een oké bedrijf zijn. Dat is veel sterker dat we zelf moeten zeggen, maar we zijn veranderd en wij zijn nu goed. Wij luisteren nu ook naar de klant, dat komt niet over. En morgen hebben we de opening van UNICEF met Beatrix in een van onze gebouwen. Dat vind ik helemaal super. Vorig jaar hadden we de opening van War Child met een groot event met meneer Borsato en weet ik wat. Die mensen zijn super blij. We hebben het Leger des Heils, we hebben de Oogstichting, dus dat zijn onze ambassadeurs. En we denken dat die wel helpen. Onze promoters, we meten alles, terwijl de klanttevredenheid is het belangrijkste wat we meten. Als je daar maar zorgt dat je heel hoog in komt, dan is het wel zo dat zij gaan zorgen dat er nieuwe klanten komen. Als je een aantal van die goede doelenorganisaties bij elkaar hebt, is het dan ook niet interessant om die samen te brengen? Dat je een NGO-huis. Community gaat bouwen met de klanten die je verzorgt. Ja, dat is gaaf. Dat vinden ze zelf ook leuk. Maar tegelijkertijd zit War Child in Amsterdam, zit Flying Doctors in Leiden en zit UNICEF in Den Haag. Yeah. En zit de oudere stichting zit in Bunnik. Dus uiteraard speelt daar ook weer mee. Hè. Waar wonen de mensen, waar komt het vandaan? Yeah. Maar ons gebouw in Den Haag, wat we hebben. Dat zouden we heel graag, waar UNICEF nu het eerste stuk in heeft, is dit wel het plan. UNICEF die heeft allerlei aanverwante UN-NGO's, die zouden dolgraag hierbij willen. Ja, dat zou heel gaaf zijn. Ja, interessant. Ja. Mooi. Ik kom de microfoon brengen. Ik vergeet helemaal. Nou, ik wou zeggen, ja. Alsjeblieft. Hi Bas, bedankt voor je verhaal tot zover. Mijn naam is Roosje Ramsat, student aan de TU Delft, Real Estate and Housing, en doe mijn afstudeerstage bij OVG. Ja. Je schetst net al een beetje het toekomstperspectief van Merin. En om daar wat persoonlijker op in te haken, stel je kreeg nu de kans en Koen treedt af, OVG. Ja. In hoeverre zou je de keuze maken om Merin gedacht te zeggen en terug te gaan naar OVG? Nee, dat zou ik niet doen. Het is zijn familiebedrijf, zijn ding. Nee, dat zou echt niet iemand komen. We zijn met deze trein bezig die hartstikke goed gaat. Dat landschap van het beleggen. We zijn dat pas 3 jaar aan doen. En de grap is ook dat we toen bij OVG wegging 3 jaar geleden, toen waren we volop bezig met OVG moet ook een belegger worden. Dus we waren ook met die, bijna alle grote ontwikkelaars in de wereld hebben een hele grote beleggingsquoot. We hadden dat bij OVG niet. Nu, hè. Dat wordt nu opgebouwd, dus dat traject gebeurt daar ook. Maar dit is te leuk wat ik nu doe, dus dat is nee, dat gaan we niet doen. Andere vraag, hiervoor, hè? Zo mensen. Helemaal. Oh. Ik wil ook een vraag stellen. Oh, oké, okay. Dan kom ik hem zo weer terug. Okay. Helemaal, misschien vertel je over uit je Jones tijd over dat slecht beheer, hè, van appel en ei, moet je ook proberen kwaliteit te leveren. Hoe doen jullie dat nu? We doen het zelf. Dus we hebben alles. We zijn eigenaar
En tot ieder beheer doen we zelf. En het, als het dak lekt, ja, dan bellen ze meer. Ja, bellen ze absoluut. Ja, ja. Ja. En als het goed is, bellen ze bijna niet meer. Ze hebben allemaal een appje op hun telefoon. En dan maken ze een foto van het dak. De app weet waar ze zijn. Dus in ons service team in Eindhoven weet dan direct dat het dak lekt op die plek en welke huur dat is. Dan krijgen ze binnen 8 minuten is de belofte, maar we zitten op 4 minuten op het moment, krijgen ze een reactie van ons. En vaak is dat van, joh, maar welke hoek van het dak is het nou precies? En ik zie dat het vorige maand ook al gebeurd is in het systeem. Dus een daklekkage is een spoed iets, dus dan hebben we een responstijd van binnen een uur. En dan krijgen ze te horen, of afhankelijk hoe ze het willen, binnen een uur komt die en die firma bij voor het oplossen. Vervolgens loopt die servicemonteur, die dat niet van ons is, hè, dus we zijn geen aannemer, die gaat dat oplossen. En die maakt met diezelfde app weer een foto van het opgelost. Ons service team ziet dat dus ook weer live. En die bellen de klant op van, nou, is het, we zien dat het opgelost is. Is het naar tevredenheid opgelost? Vervolgens gaat er een mailtje, hè, waarin de NPS vraagt, bent u tevreden over deze klant? En aan het eind van de maand weten wij exact, aanleiding Pietersen, die de daklekkages doet, ja, dat hij tot 3 keer met vieze poten binnen is gekomen. Meneer Pietersen, u kunt gaan. En dan heeft een nieuw bedrijf dat wel doet. En omdat onze aannemers dat ook zo gaaf vinden, lopen ze 2 keer harder. Het is niet van, het is gaaf. Hè? Als we iets goed doen, wordt het ook zichtbaar. Dus mensen leggen het vaak negatief uit, van dan word ik gemeten, en dan zie ik het als ik het niet goed doe. Maar het is bijna hetzelfde als de taxichauffeurs. Degene die naar Uber zijn overgestapt, die vinden het gaaf. Dus als ze netjes bijlopen en als ze een taxi schoon hebben, dan krijgen ze een hoge score. En dat is ook een soort van, dat wordt ook een soort wedstrijd. Dus we blijven dat absoluut helemaal zelf op. Dankjewel voor je vraag. Ik breng hem weer terug. Ja. Naar boven. Alsjeblieft. Daniel Brand van Boekel Advocaten. Ik heb een vraag over de financieringskant. Je zei net van de banken die hebben de kranen dichtgezet voor traditioneel vastgoed, of voor leegstaande kantoor in ieder geval. Private equity is daar op een gegeven moment ingesprongen. In hoeverre denk jij dat er ook een, in de toekomst een rol is weggelegd voor crowdfunding met betrekking tot vastgoed? Nou, het eerste stuk, de kranen waren dicht, jaren geleden. Dat is nu niet meer zo. Dus dat is echt nu veranderd. En ook de Nederlandse banken, als je met een goed product komt, dan krijg je echt financiering. We zijn daar een voorbeeld van. En we zullen er meer volgen. Dus ik ben eigenlijk heel positief over die financieringsmarkt, dat kan. En of je crowdfunding in vastgoed krijgt, je ziet er wel een paar initiatieven van. Blauwhoed heeft een gaaf initiatief. Jammer genoeg komt het niet heel erg van de grond, maar ik vond het wel mooi. Je zet een gebouw op een site en je gaat gewoon kijken van wie wil hier zo meteen een unit in hebben. En als het lukt, dan koop het gebouw aan, gaan we het met elkaar doen. En dus die vorm bij woningen zie je wel. Heb je dat filmpje gezien op Kickstarter van die coolbox? Dat is volgens mij de beste lancering ooit op Kickstarter. Die heeft een coolbox bedacht, met een muzieksysteem, een bieropener. Die ziet er gaaf uit. Miljoenen zijn ervan verkocht. En dus kon hij dat maken, kon hij bedrijven oprichten om dat te gaan doen. Of het in die vorm nou in vastgoed komt, ik weet het niet. Wat denk je zelf? Is dat iets wat snel komt? Nou, ik denk zeker met bepaalde uitgangspunten die steeds belangrijker worden, bijvoorbeeld duurzaamheid en alles waar nu al steeds meer partijen opspringen. En dat je misschien lokale projecten beter zou kunnen financieren op die manier. Als bijvoorbeeld een traditionele financier of private equity er niet aan wil, dat je misschien op lokaal niveau dat soort projecten zou kunnen opzetten. Nou, wat je zegt is denk ik wel belangrijk. Hè? Als private equity en gewone financiers het niet willen, en er is een muur van geld. Dus het is helemaal niet een probleem om aan geld te komen op het moment. Dus het crowdfunding zou goedkoper moeten zijn, of sneller. Ze moeten iets hebben waarom ze het kunnen winnen van die anderen. En voor die individuele huisprojecten, dat nou, ik kan me voorstellen dat het nodig is. Dat niemand zo heel makkelijk daarin stapt. Maar in onze branche, ik denk waarom het nog niet gebeurt, omdat het nog niet nodig is. Er is voldoende ander geld. Maar wel interessant. Dank jullie wel. Bas, dank je wel. Ja. Heb jij nog een advies aan iedereen hier in de zaal? Nou, meer vragen. Meer vragen? Nee, meer een vraag. Een vraag. Ja, oké. Okay. En dat is waar zien jullie nou de trends in de bestaande bouw, in het vastgoed? Waar staan we nou over 5 of 10 jaar?
hoe is dan die marketing veranderd? Regeert WeWork de wereld? Zit iedereen in spaces? Werken we überhaupt nog bij kantoren of zitten we allemaal bij Van der Valk? Hoe heftig denken jullie dat gaat? Zullen we het daarover hebben tijdens de borrel? Ik kreeg net een seintje dat de witte ballen warm zijn. Heel hartelijk dank. Dank Bas. Ja, dankjewel voor je ook wel een hartelijke vraag. En dank voor alle vragen. Nog één punt moeten we afwerken. Wie heeft een koektrommel verdiend? Volgens mij moeten we de stroopwafels verdelen. Ja, dan gaat hij naar water. Wat was jouw vraag? Ik vroeg aan Bas waar hij het besturen van de organisatie heeft geleerd. Dat is zichzelf eigenlijk. Ja. Een verdiende prijs. Dank jullie wel en ik zie jullie graag zo bij de bar. Ik had ook nog een dankje voor jou. Dankjewel. Voor het mooie leiden van het gesprek. Ja. Namens Fresh. En ook Bas. Ja, dankjewel. Mag ik ook weggeven als je wilt? Nee, best niet. Samen opdrinken. Als niks drinken doen we dat. En ik weet niet, Simone en Nienke wil ik daar graag ook bedanken. Van ACRE voor het allemaal regelen en de aanbieden van de locatie en de borrel. Dus, graag gedaan. Bedankt daarvoor.